Voor degene waar het nog niet helemaal duidelijk van is, wij gaan inderdaad een fabrieksnieuwe Golf 5 GTI weggeven. En hoe kun je die nou winnen? Is door een bestelling te plaatsen op www.stippollespointshop.nl van boven de 100 euro. En dan is tevens je pakbon is ook je lotnummer. En mocht het nou zo zijn dat je een bestelling plaatst van 2, 3 of 400 euro, dan gaat jouw pakbon dus 4 keer in deze ton. En ik zal je heel eerlijk zeggen, we zijn nu anderhalve week verder. En nou, hij zit denk ik nog niet eens voor een kwart vol. Dus heb je nou al iets bij ons besteld, dan is de kans gewoon heel groot dat jij met een fabrieksnieuwe Golf GTI naar huis gaat. Maar ik denk dat het ook wel fijn is om te weten wat je dan precies krijgt. En hoe dat de kwaliteit van die auto is opgebouwd die wij weg gaan geven. Daarom hebben we de afgelopen dagen het complete demontagetraject van de auto gefilmd en vastgelegd. Zodat je dat precies in kunt zien. En dat is wel een heel interessant stukje, al zeg ik het zelf. Het is natuurlijk gewoon een auto van 15 jaar oud, dus we hebben ook gewoon ankerplaten, remblokken. We schroeven het er allemaal nieuw op, want ja, refurbishen van iets wat niet meer haalbaar is, ga je natuurlijk niet doen. Ja, onderkant van deze Golf GTI. Het lijkt schrikken, maar dat valt reuze mee. En het leuke is ook gewoon, ik denk nog een week of drie en dan moet die auto natuurlijk helemaal klaar zijn voor de première. Dat we die auto dus weg gaan geven aan een van jullie. Dus met dag en nacht werken gaat dat zeker lukken. Maar bij alleen demontage eindigt het natuurlijk niet. Want op het moment als wij een refurbished, oftewel een nieuw onderdeel, terug gaan plaatsen, dan moet het ook eerst schoongemaakt en voorbewerkt zijn. En daar hebben we ook nog wel wat mooie dingen van. Zo, nou staat hij bijna helemaal in de real effective. Ook onder de skirt. Kijk, daar komt men nooit, hè? Kijk dan. Zie je hoe mooi schoon het wordt? Zo, het grove zand is er nu af. We gaan hem helemaal met de hand nog goed napoetsen. Voordat we de complete koets kunnen gaan bewerken. Voordat dat dadelijk helemaal in de 2K gaat, moet dat natuurlijk helemaal goed schoon zijn. De remklauw voordat we die gaan stralen en spuiten. Eerst even goed schoonmaken, alle troep eraf. Als je zo'n auto volledig hebt gedemonteerd, dan kom je er natuurlijk ook achter dat je bepaalde onderdelen niet meer kunt refurbishen. Oftewel, dan ga je op internet op zoek naar nieuwe onderdelen. En daar heb ik ook een aantal dingetjes van liggen. Ik zie ankerplaten, stabi-stangetjes, grote stabi-stang, hitteschilden. Uitlaatsysteem zijn we aan het refurbishen. Het is allemaal origineel VW, Volkswagen Audi groep. Alle kunststofdelen, grilletjes, bodemplaten. Die hebben we allemaal ook dus refurbished. Die zijn dus niet vervangen. Die hebben we allemaal nieuw gemaakt in eigen huis. Kijk, is allemaal aangepakt. Gaan we allemaal nieuw monteren. Naafdopjes, allemaal nieuw besteld. Een nieuwe mattenset, nieuwe motorkapisolatie. Ik heb hier de oude en de nieuwe. Dat is een duur onderdeel, maar ja, fabrieksnieuw, dan moet het ook nieuw zijn. Stoppers, schokbrekers achter, nieuw. Ja, echt die auto, nou, dat wordt echt te gek. Die auto wordt echt te gek. Nou, hier hebben we dus een hoekje met wat onderdelen van deze auto. Oude remblokken, onderplaten, wielkuipen, hitteschil die helemaal doorgerot zijn. Schijven die echt zo krom als een hoepel waren. Kijk, normaliter kunnen we ze wel afdraaien. Maar als ze echt zo krom als een hoepel zijn, jongens, gewoon lekker nieuw erop. Stabi-stangen, schokbrekers heb ik ook nieuwe. Kijk, dit zijn die stoppers die ik zojuist had laten zien.
Dus dit soort dingen wil je gewoon niet op je auto hebben. Je kunt dit wel gaan stralen, spuiten, dat heeft totaal geen nut. Gewoon alles lekker nieuw erop, origineel VW. Daar worden we vrolijk van. Remklauwen, gestraald, gespoten. Heel het subframe zit er alweer onder. De motorblok is al helemaal gereinigd en gedetailleerd. De roest hebben we al helemaal weggehaald, dus het wordt echt al een nieuwe auto. En ja, je moet er nog een beetje doorheen kunnen kijken. Dit zijn ook beelden die we eigenlijk normaliter nooit laten zien. Maar ja, het is onze eigen auto die we uiteindelijk weg gaan geven. Hè. Dus ik vind het wel leuk om jullie daarin mee te nemen in het totale proces. Het komt er echt super mooi uit. Jongens, een race tegen de klok, maar de operatie is achter de rug. De Golf kan bijna weer op zijn wielen en de bodemrenovatie is compleet afgerond. Maar jongen, wat is het mooi geworden, echt. En ja, daar hebben we hem dan. Weet iemand van jullie nog hoe dat hij eruit zag? Mijn god. Wat een mooie auto. Even gewoon eerlijk. Een auto van echt verzamelaarskwaliteit. En dat was hij niet. Er zijn een aantal dingen die ontbreken. De bodemplaat, links en rechts. Die gaan we pas monteren op het moment als de auto herspoten is. Hè. Dat is ook leuk hè, als je zelf ooit iets aan je auto wil doen. Zorg eerst dat je fundament van de auto correct is. Dus we gaan hem daarna spuiten. Alle randjes, alle hoekjes zijn schoon. Alles is gedemonteerd. En dan uiteindelijk als het spuitwerk overnieuw is gedaan, kunnen we hem gaan afmonteren. En dan staat er echt een fabrieksnieuwe Golf GTI. Het motorblok is natuurlijk qua slangen en zo, dat hebben ze bij Weigertse allemaal gedaan. Dan kon met die man een hele leuke deal sluiten, dus dat hebben zij mogen doen voor ons. Het cosmetische deel van de motor hebben wij voor onze rekening genomen. Daarbij de technische zaken van rubbers, remmerij, remblokken, remklauwen, leidingen, dat hebben wij natuurlijk allemaal zelf gedaan. Alles is eigenlijk nieuw, netjes in het keramisch vet, alle bouten, nergens geen roest meer te vinden, hoezen vernieuwd, schijven vernieuwd. De blokken, kijk hier ook die pinnetjes, het schroefje wat erin zit, schijven netjes in de coating staan, lasnaden overnieuw, strak gemaakt, zoals je hier ook kunt zien aan de buitenkant. Hè. Moet dus het spuitwerk nog van start gaan. Uitlaatsysteem, nagepolijst, hitteschilden. Dit zijn twee nieuwe. En waarom? Dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat refurb, ja, dat klopt. Dat doen we ook meestal. Maar niet als ze doorgerot zijn. Dus deze waren doorgerot en die hebben we dus nieuw aangebracht. Dan gaan we naar het achterframe. Dat is compleet onder de auto van, echt vandaan geweest. Daar zat best wel wat roest op. Dus dat zijn we niet gaan schuren. Echt volledig gestraald, gekoot, gespoten. Alle bouten, rubbers, netjes er nieuw ingezet. Schokbrekers. Splinternieuw. Een stabi-stangetje. Oh, trouwens deze ook. Die grote stabi-stang. Die stickers laten er ook mooi op zitten. Ik vind dat wel leuk eigenlijk. Het grappige is ook als je hier boven staat. Voor degene die de auto koopt wil ik zeggen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Want je krijgt de auto. Hier staat Van Stippend op. Dus dat laten we wel opstaan. Kortom jongens. Gewoon echt een technisch nieuwe auto. Optisch nieuw. Degene die deze auto krijgt, kan er gewoon echt weer 10 jaar zorgeloos mee rijden. Dus be my guest. Ja, die ton die is nog langer na niet vol. Dus mocht het nou zijn dat je bij ons al iets hebt besteld boven de 100 euro, dan is de kans heel groot dat jij met de fabrieksnieuwe Golf GTI naar huis gaat.